Dames en heren, van harte welkom op mijn boekpresentatie die normaal gesproken had moeten plaatsvinden in het Concertgebouw in Brugge. Helaas werd dat event door het coronavirus afgelast en wordt een vervangdatum gezocht ergens in juni. Maar vooralsnog houden we een kleine boekpresentatie hier in huis. Ik ben blij dat de mensen van de pers aanwezig zijn, als ook dat het publiek maximaal is komen opdagen. 5 jaar lang heb ik gewerkt op het leven en werk van de Brugse componist Joseph Rieland. En ik moet u zeggen, er is in België geen componist te vinden die een belangrijkere bijdrage heeft geleverd tot het genre van de symfonie en de oratorium dan nu precies deze Bruggeling. Ik ben ook wel trots te kunnen zeggen dat het boek momenteel in de boekhandel verkrijgbaar is dankzij de steun van het Conservatorium van Brugge, met de steun ook van het Concertgebouw en met de uitgever ASP die een fantastische job gedaan heeft met het verzorgen van deze hele editie. Goed gezegd. Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. De boekpresentatie zal plaatsvinden op een verschoven datum op 13 juni van dit jaar, waar in het Concertgebouw in Brugge een concert zal doorgaan met onder meer het Taurus Quartet en Bart Meuris, die onder meer het beroemde pianoquintet van Joseph Rieland zullen spelen. En op die manier hopen we dit boek op een gepaste manier te kunnen voorstellen, als ook een lans te kunnen breken voor het werk van deze uitmuntende componist. Zeg, zo'n boekpresentatie. Santé.